lieve vrienden, het is vandaag alweer dinsdag, de laatste juttetjesdag, waar ik natuurlijk wel heen ga. Ja, ja. Het is, hoe laat even, nee, de 27e augustus leven. Morgen is mijn jongste dochter jarig, maar daar komen we morgen op terug. Het is 11:48 en Rebecca is aanwezig. Ja, ja. En hoe? Ik mag haar zomaar filmen dat ze bezig is. Want ze heeft geen werkkleding aan, dus ze maakt geen reclame. Kijk eens, zeg eens dag Rebecca. Hallo. Ja, ze doet het werk helemaal goed. Ik ben apeltrots op haar en ja, ze is altijd flink bezig. En ze is sneller dan een gemiddelde huishoudelijke hulp. En ja, dat komt nog wel, dat is nog geen vaatwasser vol. De vaat. Dus ja, ik ben helemaal apentrots met haar. Het is mijn grote meid. Dus ja, lieve vrienden, dat hebben jullie haar ook eens een keer gezien. En ja, ik ben gewoon heel erg blij met haar. En degene die aan haar komt, komt aan mij. En degene die aan mij komt, komt aan haar. Zo zijn we ook weer. Ja. Dat, maar ja, het is nou ook bloedheet. Het is vies warm. Het keukenraam heb ik ook, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar de tuindeur heb ik dicht, want het is gewoon niet te harde. Maar ik ga toch zometeen wel vanmiddag even de juttersmarkt over. En misschien verder even ontoer. En ik heb de korte broek aan, dus blote benen. Dus ik neem wel een handdoekje mee voor op mijn stoel, anders wordt mijn stoel zo vies heet. Ik heb daar een regendekje overheen, omdat die stoel zelf, ja, dat is van het stof en daar krijg je jeuk van. Dus daar heb ik een regendekje overheen, ten alle tijden. Dus ja, en dat gaat met dit weer natuurlijk weer heet worden. Dus ja, dan even een handdoekje mee. En mijn zomerjasje die achter mij hangt, die zwart-witte, die hangt op de leuning. En dan kan ik toch alles meenemen. Maar oké, lieve vrienden, geniet ook verder van jullie dag. En doe het met een lach. Wees blij, wees vrolijk. Want nu schijnt de zon nog. En er komt weer verandering in. Ja, ja, want donderdag wordt het weer minder. Dus wees blij en wees vrolijk. Vier het feest. Ja, meer kan je niet doen. We zeggen tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, Rebecca is net de deur uit. Ze loopt nou natuurlijk, denk ik, daar naartoe, naar het parkeerterrein. En ja, die heeft het werk weer gehad van vandaag. Donderdag komt ze weer rond een uur of 11. En dan zullen we het wel weer beleven. Ik weet niet waar ze de auto heeft staan. De ene keer hier, maar ook wel eens achter. Als ze hem achter heeft staan, dan zien we er natuurlijk niet. Nee, dan zien we er niet. En heeft ze hem hier, dan moet ze er sowieso eraf komen. Maar in ieder geval, ik ben blij dat het weer gedaan is. Ik heb nog een bak koffie voor mijn neus staan. En als ik die op heb, dan zullen we zien hoe laat het is. Even zien, het is nou, ja, bijna 11:40. Dus ja, dan gaan we lekker even over de markt, ja. En eens even verder kijken wat de dag ons brengen gaat. Misschien dat ik ook wel even ontoe ga. Ja, ik weet het allemaal nog niet. En de kopro's die zijn nog vol, die kan ik niet meenemen. Ik weet het trouwens niet eens, maar ja, daar heb ik ook geen zin in. Ik denk dat ik enkel deze camera even meeneem, dat ik hem nog wel even aan de lader gooi, want hij is nog niet aan de lader geweest. Even aan de lader nog. En dan, de koffie is toch nog gloeiend heet. Ik heb het net ingeschonken. Dus ja, kan dan wel even. Oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag en ik zie jullie straks. Doei, doei! Ja, lieve vrienden, en dan zijn we weer boven aan de dijk. Ja, ik denk, ik ga toch maar weer even naar de dijk toe. Het is altijd weer iets bijzonders, iedere keer weer een ander uitzicht, want het is nou ook niet helder. Het is ja, een beetje mistig lijkt het wel. Wij noemen dat skier en dat is dan in het Fries en ik weet het Nederlandse woord er niet van. Nee, helaas weet ik dat niet. Terwijl ik geen eens geen Fries ben. Maar ja, een hoop weten wel wat skier is, dus ja. Ik zie wel de Texelse boot nog liggen. En dus...
Ja, het is mooi. Van YouTube? Ja, YouTube. Mooi. Ik heb een kaartje bij me, je krijgt er zo een. Ja. Wil je er ook op? Ja hoor. Hoi, hallo. Hey, hi. Ja, mooi, met de wind hoor je het haast niet, hè? Je moet dan echt schreeuwen. Ja hoor. Ja. Kun je een kaartje hebben? Ik heb een kaartje. Dat is goed. Maar ja, oké, we gaan zo meteen weer verder. En dan zijn we in de donkere duinen beland. Met wegwijzers, maar ook het is hier stil. Ja, ik hoorde net een klakson, maar het is hier nog vlakbij een woonwijk. Ik rij even een stukje door, het is al een gehommel, maar ik wil kijken of we eventjes nog vogeltjes spotten of horen. Ja, wel mooi, maar ik hoor niet vogeltjes dichtbij. Zodra ik weer wat hoor, dan pak ik jullie wel weer. En kijk eens, hele mooie waterlelies, wat wij pompenbladen weer noemen. En dat is dus weer wel in het Fries. Ik vind het heel mooi. Mooi toch? En dan dat paarse spul erbij. Prachtig. Daar ligt ook nog. Echt mooi. Ja, echt heel mooi. En dan ga ik weer naar mijn booster terug, die staat hier. Ik heb er een handeltje op leggen, zoals ik al had gezegd. Dus ja, heel mooi. Echt wel. Ja, vooral op de vlog, hè? Voor op YouTube. Echt heel mooi. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik heb hier en daar even een filmpje geschoten.
Het allerlaatste vond ik wel ook het mooiste. Dat was met die pompenbladen, oftewel waterlelies. Met een hele mooie paarse struik. Wat voor een struik het was, weet ik niet. Die aan de kant van die sloot stond. Ja, ik vond het een prachtig mooi stukje natuur. Even zomaar in een woonwijk. Dus ja, ook dat kan. En mijn uilenmaatje was niet op de Juttersmarkt. Dus ja, waar die wel was, weet ik ook niet. Pak het telefoonnummer. Kunnen we altijd nog bellen. Ja. Dus ja, we zijn weer thuis. En ik heb nog even een paar kleine boodschapjes gedaan. Een cookie voor bij de koffie. Een bounty voor mezelf. En 4 slaatjes. Lekker, lekker, lekker. Ja, en dan krijg ik zo meteen... Frodootje. Mag niet. Ja, geen kap op, hè? En dan begint meneer weer. Maar ik krijg zometeen mijn vrouwelijke begeleidster Sandra na 4, want ze moet tot 4 uur zit ze in een vergadering. En dat met die warmte. Oh, ik moet er niet aan denken. Maar oké, en dan komt ze een bakje doen. En dan moet ik natuurlijk ook een kopje erbij hebben, hè? Zeker weten. Ik heb ook een tas met wasgoed om dat op te vouwen, mijn keukenwas. Maar dat ga ik nou ook niet doen. Geen fut voor met die warmte. Nee. We wachten de warmte lekker af en dan beginnen we wel weer eens om wat werkzaamheden te doen. Ja, iedereen die klaagt erover en doet erover. Gisteren is er het een en ander in de stad gebeurd. En daar hoor ik nou ook allemaal rare berichten van. En of het waar is, weet ik niet. Ik moet het eerst zelf uitzoeken of dat waar is. En daarna krijgen jullie pas te horen. En ja, zover ben ik nog niet aan toegekomen. Maar het komt goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie namiddag. Het is 15:43 en nog steeds 27 augustus. Morgen kan mijn meisje jarig zijn, mijn jongste dochter Katja, maar dat komt morgen wel. Ik sta morgen ook bij stil. Ja, ik sta dag in dag uit bij stil, net zoals bij mijn man. Maar ja, doet er niet toe. Karin nog even appen, want die heeft een schuurgaatzusje, die is ook vandaag jarig. Dus ja, druk nog voordat mijn begeleidster komt. Dus lieve vrienden, geniet en tot later.